En daar zijn we dan ook meteen in Delft. Ik heb vandaag een jas aangetrokken met een capuchon. Want ik ga dus naar Museum Prinsenhof in Delft. Of daar ben ik nu bijna. Om naar de tentoonstelling te gaan over Pieter de Hoog. En we gaan eerst een stadswandeling doen door Delft. Om wat meer te leren over de schilderijen die hij heeft gemaakt. Hij maakte namelijk vooral... Of het is een aantal werken die hij heeft geschilderd, die hier ook zijn gemaakt. Dus als het goed is, krijgen we die te zien. Dus ik loop nu even alvast naar het museum. Volgens mij zit daar vlak naast de oude kerk. Dus even kijken of ik dat ook kan filmen. En het is 5 minuten gelopen naar het museum, dus vanaf het station. Dus dat is goed te doen. En ik hoop dat het niet al te hard gaat regenen. Dus kijk gezellig mee. Daar ben ik. Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Welkom allemaal! Dit nog niet in het museum Prins of Delft, maar bij het museum Prins of Delft. Mijn naam is Gabrielle van der Voort. Ik jullie deze schilder al kennen, maar ik denk dat jullie na vandaag hem helemaal kennen. Het is een tijdgenoot van Johannes Vermeer en die kent iedereen. Maar als niet iedereen Pieter de Hoog kent, willen we met deze tentoonstelling uit de schaduw halen. En we hebben maar liefst 29 stukken naar Nederland gehaald, naar Delft, de plek waar hij tijd lang heeft gewoond en gewerkt. Dat is eigenlijk het mooiste werk waar hij heeft geschilderd. We zijn daar waanzinnig goed voor. En we gaan dan neem ik het over. Mijn naam is Iris en ik werk sinds 2014 in Museum Prinsenhof Delft als rondleider en museumdocent. En vandaag gaan we dus beginnen met ongeveer een uur een stadswandeling. Deze stadswandeling die is gebaseerd op dit boekje. En dit boekje kunnen alle bezoekers van Prinsenhof, maar ook van Delft, bij de VVV halen, bij het museum halen. Het zijn allemaal interessante stops die te maken hebben met het leven van Pieter de Hoog. En ik heb daar een aantal uitgelicht met een speciaal rondleidersausje. We beginnen onze wandeling hier op het Sint-Agathaplein. Eigenlijk vind ik dit het mooiste plein van Delft. Ik ben niet geheel objectief, geef ik meteen toe. Maar het is ontzettend een beetje een soort van rust- en stiltepunt in een drukstad. Wat ik heel fijn vind. Het Sint-Agathaplein is vernoemd naar het Sint-Agatha-klooster. Dat hier... is gebouwd. We staan hier ook stil, omdat dit eigenlijk een van de plekken is in Delft die nog heel erg herkenbaar zijn op de schilderij van Pieter de Hoog. En dan pak ik even mijn boekje erbij om jullie te laten zien welke schilderij dat is. Jullie gaan het straks in het echt zien. Maar het gaat om dit schilderij, Vrouw en een kind bij een bleekveld in Delft. En eigenlijk vind je dus de oude kerk en de kerk van de Prinsenhof hier dus nog te zien. Gedeelte van deze kant van de stad hebben vastgelegd. Want dit gedeelte van de stad lag eigenlijk in puin. Een aantal mensen die hebben ook wel dat willen vastleggen, maar ja, vooral eigenlijk het gedeelte wat deze kruidbank van heeft overleefd. Even kijken. We zijn... Hier is de hele groep. Zeg, praat dan maar gewoon. Ja, dat... Even stil, Marco. Ik Marco vlogt, jongen. Marco vlogt. Hallo, je gaat zo zijn. Ja, daarom. Oké, nou maar net stond echt iedereen zo... Hier. Nu moet je praten. Nee, we jongens, we staan op de oude kerk. Oh, ik word helemaal zenuwachtig als ik dit zo vasthoud. We staan... Hoe hoog is dit? 100 meter?
50 meter, weet ik wel. Halverwege, ik zoek het laatste land. 50 meter hoog. 50 meter hoog? 50 meter. Ja, want een tree is niet een meter. Dus nou goed, we staan halverwege op de kerk en hier achter me zie je het stadsplein van Delft met het stadhuis erachter. En daar ergens. Nou goed, ja. Dat is de nieuwe kerk. Iedereen kijkt naar me. Het is hier heel hoog en heel nat. Ik heb deze vachtje aan. En het wordt nat. Jongens, gaan we naar beneden. Nou jongens, ik ben weer beneden en ik sta hier bij het bord voor de nieuwe kerk. En de nieuwe kerk, de toren daarvan, waar ik stond net, was 213 treden. En je kan nog twee verdiepingen hoger. Je kan tot de tweede verdieping en dat is 300 treden. En je hebt de derde verdieping en dat zijn 367 treden. Ik vond het al behoorlijk hoog en ze staat hier ook... Dat je dus, hier, ik schrijf het woord. Hier staat ook dat je dus 376 treden kan doen in 12 minuten. Nou, volgens mij kan dat helemaal niet. Want het is ongeveer, dat is even, zeg maar een meter breed die trap, zo'n wenteltrap. Maar dat is één trap voor naar boven en naar beneden. Dus dat kan misschien alleen als je gewoon in één keer door kan lopen. Maar anders niet. Maar we wachten nu even wat we hierna gaan doen. Niet oud. Ze hebben het in 2006 geopend, maar het lijkt wel oud. Ze hebben het namelijk nagemaakt naar het gebouw dat hier vroeger heeft gestaan. Het Sint-Lucas-Gilde, dat was eigenlijk de kunstenaarsvereniging van Delft. En dat betekent dat als jij als zelfstandig schilder je beroep wilde uitoefenen, dan moest je je inschrijven bij het gilde. En dan kon je bijvoorbeeld ook je werk verkopen. Waarin hij speelt met het licht, waarin ook het perspectief ongelooflijk ingenieus is weergegeven. Doordat hij stuurt je met het licht, maar hij laat je ook vanuit de plek waar je staat kijken op dat binnenplaatsje. Nou, daar gebeurt dan van alles. Maar je kijkt vervolgens in een gangetje. Achter dat gangetje is het weer licht. Het is niet voor niets dat hij hier een vrouw plaatst. Die vrouw kijkt het poortje uit. Dus je kijkt met haar mee naar buiten en daarmee weet hij zoveel verschillende plannen achter elkaar te maken. En daarmee creëert hij diepte en trekt hij je mee zo door het schilderij heen. We zijn nu in de eerste, nou, we hebben net vier gezien, we hebben nu de tweede zaal. Hier hangen een aantal van zijn soldatenscènes en ook wat van zijn doorkijkjes. En het is hier heel donker. De schilderijen lijken wel een soort van licht te geven of ze zijn heel... heel licht. Heel indrukwekkend. Zo, dat was het weer. Jan is er niet, ze kan vrij uitpraten. Yay! After talk met Danielle. Temptation! Kijk. Kijk uit voor de trap. Kijk uit voor de trap. Wat vonden we hiervan? Het was... wat ik heel tof vond trouwens, ja. Is dat zeg maar het licht uit de schilderij kwamen. Ja. In plaats van... Dus niet echt licht, maar gewoon het lekere licht. Ja, en dat er eigenlijk een heel tafereel geschilderd is. En dat het eigenlijk een heel verhaal om een heel schilderij is. Te bedenken valt. Ik vind die stadswandeling ook echt een toevoeging. Ja, zeker. En die klinkende toren. Ben je helemaal naar boven geweest? Nee. Ik wel. Helemaal? Naar drie of naar twee? Drie. Echt helemaal boven. Ja, dat had ik geen zin in. Ja, goede workout. Oké, jongens, allemaal naar Delft. Ja. Alle namen tellen. Oh, wat was en het einde? Je kan ook. Oh. Je kan ook
met de trein naar Delft vanuit Amsterdam. Wist je dat? Ja. Oké. Doei. Bye.